De inrichting van onze maatschappij is aan verandering onderhevig en wordt steeds meer afhankelijk van elektrische energie. Dit betekent dat een stroomuitval of onbalans in vraag en aanbod van energie catastrofale gevolgen kan hebben voor onze maatschappij. Het is daarom belangrijk dat er bedrijven bestaan die bijdragen aan de beschikbaarheid van elektrische energie zodra er stroomuitval plaatsvindt om kritische systemen draaiende te houden. Wat dat precies inhoudt, daar gaat Bram Slager van Benning ons meer over vertellen. Zonder elektrische energie kunnen wij ons geen maatschappij meer voorstellen. Wij zijn op alle fronten daarvan afhankelijk geworden. Denk aan computers, denk aan communicatie en allerlei andere zaken. Een stroomuitval zou catastrofale gevolgen kunnen hebben. Veiligheid kan niet gegarandeerd worden. We kunnen niet meer in verbinding met elkaar zijn en we kunnen niets meer produceren. Daarom hebben we bedrijven nodig die oplossingen aanreiken om de gevolgen van zo'n stroomuitval te kunnen voorkomen. Een stroomuitval is vaak iets wat kortstondig is. Je kunt dan denken aan seconden, minuten, misschien maximaal een uur. Een oplossing voor bedrijven is bijvoorbeeld het gebruiken van een UPS-systeem. UPS staat voor Uninterruptible Power Supply, op zijn Nederlands een ononderbroken stroomvoorziening. Een UPS-systeem is een systeem die werkt met batterijen die ervoor zorgen dat bij uitval van de energievoorziening de batterijen eigenlijk naadloos die energievoorziening overnemen naar de achterliggende kritische processen. Tegenwoordig wordt energie anders opgewekt. Vroeger deden we dat centraal, denk aan een kolencentrale. Tegenwoordig doen we dat steeds meer decentraal. Daarbij kan je denken aan zonnepanelen, windturbines, etc. Omdat die energieopwekking niet altijd gegarandeerd kan worden, kan er een verschil bestaan tussen vraag en aanbod van elektrische energie. Dat noemen we onbalans en het risico daarvan is uitval van de energievoorziening. Denk bijvoorbeeld aan een industrieel bedrijf die erg afhankelijk is van elektrische energie en vaak pieken kent in zijn energiegebruik. Als op dat moment de energievoorziening niet voldoende beschikbaar is, dan kan dat tot grote risico's leiden. Een oplossing om onbalans te voorkomen is onder andere het inzetten van een UPS-systeem. En dat in een bidirectionale modus. Dat betekent energie kan letterlijk twee kanten opvloeien. Dus er kan energie in de batterij worden opgeslagen en er kan energie vanuit de batterij worden ingezet om tijdelijk een onbalans in de energievraag op te lossen. En daardoor ook het risico op stroomuitval te voorkomen. Dus als een bedrijf zich wil beschermen tegen de risico's van energieuitval, dan kan een UPS-systeem daarvoor een duurzame oplossing bieden.